is eigenlijk een ongelooflijk grote schoorsteen. Ja, dat hebben we expres gedaan, want je mag best ervoor staan dat je gaat cremeren. Zorgvlietbeheerder Arpad Nesvatba is trots op zijn crematorium. Het is zijn idee om in te spelen op de groeiende vraag naar spiritueel cremeren. Het unieke is dat je gewoon van buiten komt, je gaat naar een plek toe en je zegt dit is echt de crematieplek. Geen deurtjes openmaken van nou gaat u even hier zitten, jas ophangen. Nee, je komt er echt aan, want je bent natuurlijk in een bepaalde moed. En dan kun je zeggen van nou, we gaan nu hierheen en hier gaat het gebeuren. In Amsterdam wil tegenwoordig 75% van de mensen gecremeerd worden. Het is dus logisch dat de ceremonie zich verplaatst naar de oven zelf. Dit is ook de plek waar je nog een laatste woord kan richten tot de overledene of een muziekstuk kunt laten draaien of een zangeres laten zingen. Dus dit is dus echt het laatste moment. En de kist die gaat automatisch naar binnen. Wij gaan altijd wel een duwtje nageven. Om zeker te zijn dat hij achter de deur komt. En dan is de deur weer dicht. Dat gaat wel snel. Ja, het gaat heel snel. Het moet ook heel snel gaan. Ja? Nou ja, het is wel de werkelijke handeling, hè? En dat zien de mensen niet, normaliter. En nu zie je het en dan zie je dat het eigenlijk heel mooi kan gaan.